Welkom bij AltaVista en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag een nieuw release video. Ik wil namelijk wat pops laten zien die uit zijn gekomen. Een tijdje geleden was het namelijk Star Wars Celebration Day 2020. Ja. Ik moet eventjes goed zeggen. Het is de Star Wars Virtual Con Galactic Edition Celebration. Zo, dat is een mond vol. 2020, ja, hele vette pops zijn eruit gekomen. Ik ga ze allemaal laten zien. Daarnaast wil ik ook nog een paar hele gave Walmart exclusive pops laten zien. Die gaan er ook allemaal aankomen. Echt heel vet. Er zijn namelijk heel veel 10-inch pops komen eruit. Dat kan ik jullie alvast verklappen. Echt heel gaaf. Hè? Ik spaar eigenlijk alle pops. Maar 10-inch pops vind ik ook heel erg vet. Ik heb er op dit moment, even goed kijken, 3. En de vierde gaat eraan komen. Dus echt heel erg vet. Ze nemen alleen heel veel ruimte in beslag. Dus vandaar. Dus goed. We gaan gauw beginnen met het Star Wars deel. Ik pak mijn lightsaber erbij. Dus ik zou zeggen, we gaan beginnen. Yes, Star Wars Celebration Day 2020. De Virtual Con, hè, uiteraard. De conversie gaat niet door. Hetzelfde als San Diego Comic Con, New York Comic Con, Emerald City Comic Con. Seattle kan ik beter zeggen. Ook al door is gegaan, is dit ook niet doorgegaan. Maar de pops komen wel allemaal uit. Heel erg vet. Allereerst hebben we de conceptreeks. Ja, heel erg vet. Er zijn namelijk Funko Pops uitgekomen van concepts. Zoals ze eigenlijk door de tekenaar in eerste instantie bedacht zijn voordat films uit zijn gekomen. Dus hoe de karakter eruit zouden zien. En die zien er dus anders uit als de karakters die jullie kennen uit de films. Allereerst heb je Stormtrooper, dat zien jullie hier. Ja, Stormtrooper. En heel erg vet, want ik had een Stormtrooper pop heb ik nog niet. Ik heb wel een AT-driver heb ik. Maar ik heb wel, even kijken, deze heb ik. Ik heb een Flametrooper heb ik. Ik heb een First Order Flametrooper. Dat is deze, nummertje 68. En ik heb nummertje 67. Dat is de First Order Snowtrooper. Die heb ik ook. En hier zit dus wel een Stormtrooper in. Dat is nummer 66. Maar die heb ik helaas niet. Ook Captain Phasma heb ik ook niet. Dus dat is eigenlijk in principe ook een Stormtrooper. Dus, maar goed, deze twee heb ik wel. Dus die wil ik graag laten zien. Ja, zoals jullie gewend zijn. Ik laat elke keer wel wat pops uit mijn eigen collectie zien. Die van toepassing zijn tot de pops die uit zijn komen tijdens een con. Dus vandaag deze twee pops. De volgende is, en dan zien jullie hier, conceptpop van Darth Vader. Ja, Darth Vader. Je ziet inderdaad, de helm is iets punterig in het concept. Dus trouwens, de Stormtrooper net, die zag er eigenlijk helemaal niet uit zoals wij later de Stormtrooper uitgekomen. Maar Darth Vader, Darth Vader had ik, het is nummertje 1 is dit. Kijk aan, nummertje 1 Darth Vader, een van de eerste reeksen van Star Wars. Hè, kun je ook zien, dit is 67, 68, dit is nummertje 1. Black Box moet ik er wel bij zeggen. Ja, heel erg vet. Nummertje 1, dit is Darth Vader. En daar is dus nou ook de concept pop voor uitgekomen. Echt heel erg tof. Wat hebben we nog meer? De volgende pop, ook gaaf, zien jullie hier. Het is Chewbacca. Chewbacca is ook uitgekomen. Nou, die lijkt er in de verste verte niet op. Zoals die later in de film als karakter is gekomen. Dus, maar ook Chewbacca had ik. Ja, ik zal hem er even bij pakken. Nummertje 6, Chewbacca. Kijk aan. Deze heb ik dus. Wanneer heb ik deze gekocht? Enige tijd geleden, volgens mij rond kerst dat ik deze binnen heb gehad. Volgens mij wel. Echt heel erg vet, nummertje 6. Uit Star Wars, heel erg tof. Ja, leuke reeks. En dan de laatste concept pop die eruit was. Dat is deze. Dat is, daar moet eigenlijk Luke Skywalker voorstellen. Maar dan een vrouwelijke editie. Hè, die in eerste instantie de hoofdrol zou spelen. Door de tekenaars bedacht. Uiteindelijk is het Luke Skywalker geworden. Ik heb helaas nog geen Luke Skywalker Funko Pop. Maar goed, wie weet zit hier aan te komen. Ik heb nog zoveel klaarstaan om te unboxen. Dus wellicht zit hij tussen. Wie zal het zeggen? Dus, en wat hebben we nog verder? Verder hebben we nog twee hele gave dingen. Namelijk, ik zei het u straks al, er komen heel veel 10-inch pops uit. En ook bij Star Wars Celebration Day. Het is namelijk deze, weer een Stormtrooper en een 10-inch Stormtrooper. Ja, echt heel vet. Er wordt zo'n doos dus inderdaad. Heel erg tof, ik ben heel erg benieuwd als die uit gaat komen, hoe die eruit ziet. En aangezien ik nog geen echte Stormtrooper heb, is dit eigenlijk toch wel de manier om toch inderdaad en een Stormtrooper te hebben in mijn collectie. Ja, natuurlijk en een extra 10-inch, zodat ik straks naar richting de 5 ga. Echt heel erg tof. En het volgende, ook heel vet, zien jullie hier. Het is Yoda met Starfighter. Het is een movie moment. Echt heel vet. Gave doos, movie moment. Kan je in ieder geval vertellen, binnenkort krijg ik mijn eerste movie moment pop. Komt eraan. Dus ik weet al welke het is, jullie nog niet. Dus houd het kanaal in de gaten, want dat gaat ook heel erg gaaf worden. Maar dit is dus Yoda met de Starfighter. Ja, tot zover eigenlijk de Star Wars pops van dit jaar. De Star Wars Celebration Day 2020. Ja, ik heb er al eentje, heb ik er wel van Star Wars Celebration Day. Ik ga hem eventjes bijpakken. Ik hoop dat ik dat kan doen, zonder dat ik het een en ander laat vallen. Kijk, dat is deze.
Dat is namelijk Qui-Gon Jinn, ik moet goed zeggen. Deze is van 2017. Dit is ook een Galactic Convention exclusive. Kijk, ja, dat is deze. Die komt van 2017, The Glow in the Dark. Ik ben hier trouwens heel erg trots op. Dit is ook zeker wel een van mijn gaafste pops die ik in mijn collectie heb. Heel erg tof. 40 Year Star Wars was deze 2017. Dus 2020. Heel erg tof. Ja, wat hadden we nog meer? Nou, tot zover ik dus de Star Wars, zoals ik zei. We hadden dus ook Walmart Exclusive Pops die eruit zijn gekomen. Ook heel erg vet. Hè? Die gaan er ook allemaal aankomen. En die ga ik met jullie ook eventjes doornemen. De allereerste Walmart Exclusive Pop, zien jullie hier, is van X-Men. Het is Beast van X-Men. Hele vette pop. Ik had er aardig wat X-Men pops. Sterker nog, ik heb zelfs een set compleet. Dus daarover snel meer. Daar ga je binnenkort ook een video over krijgen. Heel erg tof. Dus, Beast, heel erg vet. Ik heb hem nog niet eerder gezien als Funko Pop. Ik weet niet of hij eerder al uit is gekomen. Maar ja, goed. Het is nou dus een Walmart Exclusive. En de volgende is deze. Ja, Halloween komt eraan. Beetlejuice had ik trouwens. Maar dit is Beetlejuice met een carousel op zijn hoofd. En ik had de andere Beetlejuice. Ik had Beetlejuice. De guide. Het lijkt wel een taxichauffeur. Maar het is de gids van Beetlejuice. Kijk aan, 605. Heel erg tof. Ja, deze pop gaan we sowieso denk ik nog wel een keer terugzien. Omdat binnenkort Halloween is. Maar Beetlejuice is dus ook een Walmart exclusive. Ja, 2020. Heel erg tof. Tot zover de volgende deze pop. De volgende pop is deze. Ook heel erg vet. Het is van Creepshow. Is een pop. Had ik nog geen enkele pop van. Ik ken Creepshow eigenlijk de serie ook niet. Maar de pop ziet er wel heel erg tof uit. En dan, ja, de volgende is wel heel erg gaaf. De volgende is namelijk, laat hem heel eventjes hier zien. Ja, het is de Marvel Zombie Race. Ja, er zijn heel veel pops zijn er vanuit gekomen van Marvel Zombie. Maar dit keer komen dus 3 pops uit. Zeg je het goed? Nee, ik zeg het fout. 4 pops maar liefst. En daar de 10-inch versie van. Ja, jullie horen het goed. 10-inch versie van de Marvel Zombies. Echt heel erg gaaf. Dus er komen gewoon 5 10-inch pops. Zulke grote gedaan. Dus welke zijn dat? Ik laat ze eventjes even erin zien. Je ziet het hier. Dat is Wolverine. Ja, Wolverine. Wolverine had ik trouwens ook. Moet ik even kijken. Ik zet ze er gewoon allemaal bij. Ja, Wolverine heb ik hier achter me staan. Kijk, dit is Wolverine. Maar dat is niet de zombie editie, helaas. En de volgende is, dat zien jullie hier, dat is de Hulk. Die hebben we ook. Ja goed, die kan ik ook wel bijgepakken, maar daar hou ik het even bij. Deadpool, die komt er ook aan. En even kijken welke nog meer. Ja, en dan moet ik goed zeggen deze keer, Magneto. Ja, vorige keer heb ik me wel versproken, heb ik gezegd, Dr. Doom. Maar het is echt wel Magneto. 10-inch Marvel Zombie Pop komt er vanuit. Heel erg vet dus. Ja, 10-inch pops. Wat is het volgende? Het volgende is ook weer 10-inch. En deze, kijk aan. Het is Superman. Ja, Superman. Superman had ik ook al een pop van. Ik had Superman van film Batman vs. Superman. Dat is deze nummertje 85. Die pop had ik. Heel erg tof. De laatste keer dat ik die heb laten zien is volgens mij de carnaval editie. Dat is Superman. Maar nu hebben we dus 2 Supermans. 2 10-inch pops. En de ene pop is inderdaad de normale pop. En de andere is de Chase editie. Ja, er komt zelfs dus een 10-inch Chase editie. Ik weet niet vaak, ik ben er niet heel veel tegengekomen 10-inch Chase. Dus ik weet wel, Huckleberry Hound, die heeft een Chase editie. Ik weet niet wat er meer. Maar goed, dat zou ik eens even op moeten zoeken. Maar goed, er is dus een Superman Chase editie en een Walmart exclusive. Dat is pas een hele gave 10-inch. Ja, je kunt het zien aan zijn ogen, want hij heeft rode ogen en de normale dus niet. Heel erg vet. En we hebben nog meer. Ja, we hebben nog veel meer. Kunnen jullie hier zien. 2 pops van Dumb & Dumper. Ja, Dumb & Dumper. De kracht van Dumb & Dumper. En dan de Wintersport editie. Echt heel erg tof. Die komen dus ook aan als Walmart exclusive. Het volgende wat we hebben is hier. Dat is AC/DC. AC/DC komt met een album pop. Ja, wat is het concept album? Dat is eigenlijk gewoon de cd. Inclusief een pop in één grote doos. Heel gaaf. Ik heb nog geen enkele pop album. Het zou natuurlijk heel tof zijn als ik die ergens een keer voorbij zie komen. Maar goed, die gaat dus ook van AC/DC komen. Gave muziek trouwens, AC/DC. Ja, ik luister het graag naar. Dus heel erg tof. Dus die gaat er ook aankomen. En als allerlaatste. En die zie je hier. Het is een Mystery Mini set van The Office. Ja, die bestond nog niet. Er waren geen Mystery Minis van The Office. Maar daar komen dus wel eens 10 stuks komen daarvan uit. Heel erg tof. Echt heel erg vet. Ja, tot zover eigenlijk deze nieuwe releases die er allemaal aan zitten te komen. Ja, ik weet dat er natuurlijk nog heel veel andere dingetjes aan zitten te komen. Of aan zijn gekomen. Maar deze wilde ik eventjes laten zien. Dus voor jullie even speciaal de Star Wars Virtual Con Celebration 2020. En de Walmart exclusives die ook afgelopen week bekend zijn geworden. Ik weet inderdaad dat er ook nog andere dingen zijn te komen. Zo zijn er ook nog wat kerstpops van DC. Ik laat die hier eventjes zien. Ja, die zijn ook heel erg gaaf. Maar goed, die gaan we over een tijdje alweer bespreken.
Goed, ja, er zit nog heel veel aan te komen. Echt heel gaaf. We gaan nog heel veel unboxing doen. Ik heb nog een hele gaaf mystery box, maar wel liefst 6 pops. Die ga ik jullie laten zien. We gaan over een tijdje weer verder met de Kruidvat Marathon. Ja, daarover ook meer, snel meer. Halloween komt eraan. Ja, dus ik ga de 13-day spooky countdown ga ik doen. Precies 13 dagen voor Halloween gaan we dat doen. En nog hele gave review video's. Ja, zo gaan we terug in de tijd. En we gaan gave review video's doen over pops uit de jaren 70, 80, 90, zero's. We gaan ook heel gave video's worden. Oftewel, te veel om op te noemen. Wil je die nou niet missen? Dat hoeft ook absoluut niet. Hieronder kun jij je abonneren. Wellicht heb je het al gedaan, maar ik zeg het toch nog eventjes. En druk op het belletje, want dan krijg je elke keer een melding als er een nieuwe video online staat. Doe dat en aan die kant kun je even een duimpje omhoog drukken. Dat zou ik ook heel tof vinden. En nogmaals, hartstikke bedankt voor het kijken. Bedankt voor al je support en steun. En ik zie jullie heel snel. Tot de volgende keer. En groetjes. Doei doei. Hoi.